Ik ben geboren in Iran en opgegroeid in Iran. En natuurlijk, als een jonge meisje, ik heb wel de discriminatie van vrouwen aan mijn lijf ondervonden. Niet fietsen, niet zwemmen en zoveel andere dingen dat wij als kind, als een blije kind, niet mogen hebben. Nu ben ik zo blij dat ik eindelijk vrij mag zijn. En ik ga altijd met mijn open haren lopen, want dat doet me denken aan de mooie dingen die ik heb. En wij moeten daarvoor wel vechten. Toen wij naar België zijn gekomen, we hadden niks. Mijn diploma was niet aanvaard, dus ik moest helemaal weer beginnen om de taal te studeren en dan nog 2 jaar tandheelkunde te doen. Maar dat is ons gelukt. En ja, we zijn allemaal zo gelukkig hier. Hè. Dat is ons land en we zijn er trots op. Ik trek met mijn getuigenis naar de scholen om hen eigenlijk bewust te maken. Ja, dat gebeurt, de vrouwendiscriminatie, nog altijd. Niet alleen in mijn vaderland, maar ook hier bij ons. Spijtig genoeg. Jullie zijn de toekomst van ons land. Dat is een land die heeft ons alle kansen en mogelijkheden gegeven. Dus dat is heel belangrijk dat jullie onze normen en waarden beschermen. Toen ik op de zomer van 2016 naar de Olympische Spelen naar Rio gegaan, de foto van mij met mijn banner Let Iranian Women Enter Their Stadiums was eigenlijk wereldwijd in kranten en in nieuws geweest. En toen belde mijn dochter naar mij en die zei: ja, mama, je hebt je boodschap overal gebracht en ik ben echt fier op jou. Ja, dat was tranen in mijn ogen, zo'n erkenning krijgen van je kind. Goal!